Jullie zijn echt al super bezig. Blijf zeker abonneren. We gaan heel hard de laatste dagen. 50.000 aan het einde van de maand februari. Dat is nog steeds ons doel. Welkom mensen bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Er is een hele vette nieuwe game gaande. En het is een game die nu al records breekt, heb ik gelezen net op het nieuws. Het is een game die door heel veel mensen al is gedownload. En jullie zien hem hier linksboven jullie in beeld. Voor mijn rest, ik weet niet zo goed waar ik moet kijken. Maar in ieder geval, hij staat daar ergens. Apex Legends, Apex Legends, hoe je het ook wilt noemen, is in Nederlands en Engels. Gemaakt door onder andere EA en Respawn Entertainment. Respawn ken ik niet, maar EA natuurlijk wel. Wat is het slecht? En het schijnt een van de vetste Battle Royale games te zijn. Het is gratis en het ziet er heel sick uit. Het is wel een beetje futuristisch, maar goed, Fortnite is dat natuurlijk ook. Het is niet heel realistisch. Dus het schijnt een hele toffe game te zijn. Een first person shooter. En ja, we gaan straks gewoon spelen en kijken wat wij ervan vinden. Doe even lekker het headsetje op, dames en heren. Kijk, daar is die weer. Dan kunnen we even goed luisteren hoe het mooie spel klinkt. Dan gaan we hoor. Ik weet dus niet ook hoe straks de settings gaan qua webcam, qua alles. Ik heb gisteren heel even opgestart al een keer en je moet dus eerst een training gaan doen. Tenminste, dat moest gisteren. Dus vandaar dat ik nog geen video erover had gemaakt. Hier kan je dingen kopen inderdaad. Het werkt een beetje zoals Rainbow Six voor degenen die dat hebben gespeeld. Ik heb het gespeeld. Je kan volgens mij gewoon ranken. Alles krijgen dus, maar je kan het ook kopen zodat je het eerder hebt. Tenminste, op die manier werkt het. We gaan eerst even lekker de training doen. Okay. Welcome to Apex Legends. Welcome to I am Bloodhunter. You can call me Bloodhound. Let us begin with basic movement. Complete the checklist on your HUD. Oh, dit ben ik al iemand. Dus rennen, oké. Okay. Maar dat is niet fijn, rondje. Oké. Okay. Follow me. Sliding down hills increases speed. Oh, kut. We gaan wel. Bij mij is normaal R3 voor de Call of Duty pro-spelers. Het speelt wel lekker soepel. Strong work. Grab your supplies. Oké. Your HUD will show what you have equipped. Follow the checklist to access and cycle through your inventory. The battle calls upon you. Slaughter as many targets as you wish. Two hours later. Oh, nou, het is eigenlijk voorbij. De meest saaie training ooit. Maar goed, het ziet er wel vet uit met de dingen die je kan doen. Ik heb in ieder geval ook de webcam even aangepast, zoals je nu ziet. In de tussentijd met de training. Zo 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. De training zit erop, dames en heren. We kunnen eindelijk het spel gaan spelen. Party not ready. Nou, we gaan het dus eerst alleen spelen. Straks gaan we waarschijnlijk met anderen spelen, maar... Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. You are picking third. Dus eerst mogen hun kiezen. Oké. Okay. Trust nature. Then trust yourself. Amateur hour is over. Time for the big leagues. Let's go find them all. Dit ziet er wel tof uit. Nou, dus je mag één voor één dus blijkbaar kiezen wie wat gaat zijn. Dat is wel tof. Introducing your champion. Oh, dit is wel vet. Dus champion squad is dus is laten zien tijdens het spelen wie de beste squad is. You are jump master, oké? Okay? Let's land here. Nou, laten we daar maar gelijk naar beneden gaan. Dropping in. Hang on. Oh, dat is vet. Ik mag dus bepalen. Ik stuur het hele team aan. Dat is wel dik. Dit ziet er wel echt heel vet uit. Oké, okay, ik stuur dus het team aan waar we gaan landen. Ik bestuur ook dan op dat moment het hele team. Heel vet. Oké. Je ziet dus op de map waar de beste squad is ofzo. Als je straks in een bepaalde cirkel bent. Attention, first blood. Boy jumping.
Oh, what the fuck? Dat is mijn specialiteit, ik weet niet wat dat was, maar... Oeh, wat gaan we inruimen? Deze? Wow, wat is dit? Vet, hè? What the fuck? Oké. We gaan dus verplaatsen. Ik dacht dat ik de squadleader was, maar... Die andere jongen neemt het heft in handen. Oké, jongens. Jullie zijn echt allemaal goed bezig. Kan ik ze dat vertellen? Jullie zijn echt goed bezig. Let's go this way. Ja, die is voor mij. Kut teamgenoot, die is voor mij, jongen. Er schoot nog iemand op mij, want ik kon hem melden. Dat is wel vet, je kan dus melden. De communicatie, wat je ook in de trailer zag, is heel belangrijk. Oké, hij scant de area, oké. Maar je kan dus, als iemand in de buurt is, echt aangeven hiervan, hier zit iemand. Oh, dus zie je, dus... Hostel over there. Zie je, dat is wel vet. Je kan dus echt zeggen van, daar zit iemand of daar moeten we heen. Oh, 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 oh. Kut. Ik zit nog steeds met die R3. Dat is heel kut. Boeien, wij moeten daarheen. Laatste. Kut. Kut. Heel irritant, omdat ik altijd met R3 buk, moet ik continu denken, ik moet nu met rondje bukken. Dat is mijn baan. Laat hem maar erin gaan. Kut, laat maar. Sorry teammates. Het spijt me. Mijn rokers gaat jullie verlaten. Ik snap echt niet wat ik aan het oppakken ben en zo, maar... Oh, kut, de ring gaat pas over 2 minuten. Dan kunnen we ze even helpen. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar... Ik weet niet wat ik aan het doen ben! Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Het is echt... Wennen, heel erg wennen. Maar... Ja, die gast had 25 kills ook, hè. In totaal denk ik dan, maar... Heel erg wennen met wat je allemaal ziet, wat je moet doen. Eerst potje, geen kills. Oké, we gaan even een mooie code invoeren. Die hebben we net gekregen van Tom Jensen. Die werkt voor onder andere EA. Founders Pack, kijk. We hebben gelijk een leuk itemje. Die we dankzij Tom drinken. Tom, bedankt. Mocht je kijken. Je bent de held van Arnhem. De promotiecode is er, dus ja, dat weet ik wel. Oké, ik weet niet wat we nou extra hebben gehad. Misschien moet ik even de game opnieuw opstarten daarvoor. Zullen we dat gewoon even doen? Ja, Tom, hij werkt, jongen. Thank you for purchasing the founder pack. Nou, dat heb ik niet gekocht, maar... Oké, hoe ga ik nou zien wat ik dan heb? Founders frame, kijk. Oh, jongens. We zijn gelijk elite. Founder. Oh nee, worden we net gebeld door Koen. Koen Weiland. Nou joh. Vet joh. Ik bel je zo even, ja? 10 minuutjes. Ja, is goed, ben er. Ik ben net iets aan het opnemen, dus ik maak het heel snel even af. Ja, is goed, succes. Oké, jongen, vaarwel. Ja, vaarwel. Oké, wij mogen weer als tweede kiezen. The end is decided. The end is decided. Laten we kiezen voor hem. Good at what I do. Believe me. Hij is de baas. Hij weet het niet meer volgens mij. Hè? Of wel? Je bent goed bezig, jongen. Nee, ik heb deze. Dat is wel onduidelijk. Je gaat zeg maar als een bezeten. Ga je zeg maar overal op klikken.
Dat had ik een beetje bij die Call of Duty ook heel erg. Oh. Die heb ik dus al. Wat is mijn specialiteit? Oké. Een soort schild. Ik denk dat je dan niet... Ja, niet geheerd kan worden. Okay. Dan weten we het ook. Let's go daarheen. Kom maar jongens, kijk, ik stuur jullie de weg. Never mind. Oh, never mind. Toch maar niet. Let's go here. Let's go here. I think this place could use a looting. Hohoho. Dat is wel cool dat je. I say we move this way. Dat je dingen aan kan geven de hele tijd. Communicatie is belangrijk, zei ze in het begin van het spel. Sorry. Kom maar glij, jongen. Glij naar de overwinning. Scanning the area. Attention, the kill leader has been eliminated. The kill leader has been eliminated. Vet. Oh, hier zijn ze. Oh, kut, het wapen heeft hem al. Thank you. Reloading. Reloading. Ja, helaas jongen, je gaat eraan. Ik sla je op je hoofd. Kom maar jongen. Helaas jongen, je bent geen partij voor El Yoko. Oh, oh. Oké, dat is goed. Gooi het shield neer. Dan gaan we ons healen. Kijk jongens, we leren het al. Tweede game. En we worden aangevallen in de rug. In de rug jongens! No good. I've been down. Wat is de fucker, jongens? Hoppa. Wie is dat? Die gek zeker. Dat is sowieso die gek. Ah, nee. Kom maar, jongen. Ik weet niet wat er gebeurde, maar... Thanks, brother. Healing up. Give me a sec. Die teammates zijn goed bezig, jongens. Gaat dit onze eerste overwinning hebben? Nee! Ik ben zo dom, wat doe ik? Ik ben zo slecht. Ik denk dat ik niet meer revive kan. Of recover ben er wel. Ik zit er nog in. Ik zit er nog in. Dan kan ik ondertussen wel mijn derde en laatste broodje eten. Dat is wel een voordeel van even er tussenuit zijn. Kom maar! I'm back in action, boys. Let's do this, boys. Oh, sorry, man. Ja, ik heb iemand gehit. Pak hem, jongen! El Yoko! Dat is er één down! Kom op, jongen! Hij zit hier ergens. Hij is mijn kill! Komt-ie. Oh nee, wat doe ik? Hoppa, kijk. Doe me goed. Ik hoor hier mensen. Uh-oh. Die gast is goed, ja. Oh, ik ben zo slecht. Nee, we gaan verliezen. Hij moet ons redden nu.
rattles, jongen. Oké, we hebben 2 kills. Die gast was goed eigenlijk. Degene waar ik het minst van had voor. Oké, we gaan onze 3e en laatste game starten. Dit moet dan iets goeds worden. Dit moet een walkoutje worden. Dit moeten nog een paar kills misschien erbij worden. Ik weet het niet. We gaan die laatste game zo beginnen, dames en heren. Ja, jongen. Dacht jij van mij makkelijk af te kunnen komen? Dat is vet. Oké, dat is vet. Oh, nee. Nee, niets, of toch niet? Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Nee. Nee. Ah, ze moeten me helpen. Ja, dit was het dan voor nu. Dit waren de eerste 3 potjes van Apex Legends. Hebben jullie het al gespeeld? Je kan het gratis spelen. Heel vet, denk ik, zoals het eruit ziet. Ik weet niet of ik het veel ga spelen, omdat ik natuurlijk heel erg druk ben met FIFA. Maar, ja, Fortnite is natuurlijk nog steeds trending. FIFA speel ik dan nog. Ga ik dit erbij spelen? Ik weet het niet. Het is in ieder geval leuk om te spelen. Het is gratis, dus laat even weten of jij het gaat spelen. Abonneer nog even op mijn kanaal. Like deze video. En dan zien jullie bij de volgende video op mijn YouTube kanaal.